Als wachters staan ze aan beide kanten van de weg, de ideeën van Johannes van den Bos bewakend. Ze begonnen als huisjes voor de kolonisten, maar al snel werd één ervan bewoond door de schoonmoeder van de man die het allemaal bedacht. Daarna werden ze het onderkomen van ambtenaren die het vele administratieve werk op zich namen. Handig, zo vlak bij het postkantoor.